Jaar 21 kreeg enkele honderden brieven van mensen in schrijnende situaties. Onder hen veel ouderen met een AOW-uitkering die geld hadden gespaard voor de oude dag. Spaargeld als aanvulling. Zij leefden daarvan als appeltje voor de dorst. Uh, voorzitter, laat me ten eerste de staatssecretaris feliciteren met zijn benoeming in deze functie, een functie die een hoge rotatiesnelheid kent. Laat ik hem ook feliciteren met het feit dat hij eind 2016 als senator al waarschuwde voor de grote problemen met box 3 en de aanpassing die inging op 1 januari 2017. Ik waardeer altijd historische eerlijkheid. Met profetische wijsheid van een senator stelde hij toen al aanpassingen voor, maar de kabinetten Rutte 2 en 3 rommelden voort. Gelukkig heeft de Hoge Raad op 24 december van dit jaar en vorig jaar dat stelsel van rendementsheffing in strijd verklaard met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad sprak eerder al over een vorm van diefstal. Een hard, maar correct oordeel. Tienduizenden Nederlanders met een vermogen van 50.000 euro of meer hebben daarom recht op compensatie. Zij zijn immers bestolen en voelen dat ook zo. Mijn fractie, Ja21, vindt dat de staat al deze burgers die sinds 2017 te veel onwettelijk vermogensrendement belasting betaalden, ruimhartig of volledig moeten worden gecompenseerd. Wat vindt is de staatssecretaris het met mij eens? Ja21 kreeg enkele honderden brieven van mensen in schrijnende situaties. Onder hen veel ouderen met een AOW-uitkering die geld hadden gespaard voor de oude dag. Spaargeld als aanvulling, zij leefden daarvan als appeltje voor de dorst. Hele generaties die waren opgegroeid met dat sparen goed is. Ikzelf overigens ook. Maar eigenlijk was schulden maken al beter geworden. Elk jaar kwam de fiscus om een steeds grotere hap uit hun spaarvermogen te nemen. Ouderen merken dat hun AOW-uitkering niet is geïndexeerd, terwijl andere uitkeringen dat wel zijn. Infra inflatie vreet hun inkomen weg. En dan komt de fiscus nog met fiscale diefstal. Het is werkelijk asociaal. We gaan terug naar de situatie waarin voor velen oud arm wordt. Daarom moeten kleine spaarders vooraan staan bij de compensatie. Het kabinet kibbelt over hoe groot de compensatie moet worden en waar het geld vandaan moet komen. Als het gaat om de 60 miljard euro voor het klimaat en stikstof, dan kan het in één keer niet op. Het kabinet smijt met geld dat beter wordt gebruikt om de gedupeerden van dit schandaal te compenseren. D66 stelde voor vermogende burgers extra te belasten en met dat geld een miljardencompensatie te financieren. En dat is weer bedrog, want dat is een sigaar uit eigen doos. Dat is diefstal, maar dan twee keer. Circa 1,3 miljoen mensen zijn, al dus de advocaat-generaal, slachtoffer van deze vorm van diefstal. Het gelijkheidsbeginsel, de grondslag van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, eist derhalve dat al die mensen recht hebben op teruggave van hun onwettig ontnomen geld. Recht op rechtsherstel. Is de staatssecretaris het mee eens? En ik wil hem ook nog een vraag stellen over de uitspraak van de rechtbank van Noord-Holland op 7 januari 2022, dus dit jaar, dat mensen die te laat bezwaar hebben gemaakt geen belemmering voor adequaat rechtsherstel mogen ondervinden. Dank u zeer, voorzitter.